En langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. Van het havenbekken wordt een derde deel gedempt. Daar zijn we al mee begonnen. Op die plek komen 3000 woningen, die allemaal grenzen aan een nieuw aan te leggen park. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huur- en koopwoningen en dure koopwoningen. Echt voor ieder wat wils dus. Naast het landpark worden aan de kades aan beide kanten van de Rijnhaven drijvende parken aangelegd. Door steigers en loopbruggen kunt u straks van park naar park lopen en een echt rondje Rijnhaven wandelen. Het water dat nu vrijwel onbereikbaar is, wordt met deze drijvende parken aanraakbaar. U kunt straks met uw voeten in het water genieten van het groen. In het midden van de Rijnhaven komt ook een maritiem centrum. De Wilhelminakade is een straat op de linker Maasoever in Rotterdam. Ze heeft een rijke geschiedenis en in de eerste jaren van de 21ste eeuw is er veel spraakmakende hoogbouw gerealiseerd. De Wilhelminakade is een circa 500 meter lange straat op de Wilhelminapier op de Kop van Zuid. De Wilhelminakade begint bij het Wilhelminaplein en eindigt bij het World Port Center. De Wilhelminakade kreeg zijn naam rond 1900 en is vernoemd naar koningin Wilhelmina. Het was de vestigingsplaats van de Holland-Amerika-lijn in de periode 1901 tot 1971. Met name in de periode tot de Eerste Wereldoorlog vertrokken grote aantallen Oost-Europese volksverhuizers via de Wilhelminakade naar New York. De Nieuw Amsterdam vertrok in 1971 als laatste schip van de lijndienst op New York. Sindsdien leggen er incidenteel cruiseschepen aan. Op de kade staat het voormalig hoofdgebouw van de Holland-Amerika-lijn. In de jaren 90 van de 20ste eeuw werd het omgebouwd tot Hotel New York. Het interieur werd echter volledig authentiek gehouden.
De Erasmusbrug is naast de Willemsbrug de tweede brug over de Nieuwe Maas in het centrum van de Nederlandse stad Rotterdam. Hij is vernoemd naar de Nederlandse priester en humanist Erasmus. De brug verbindt de wijk Kop van Zuid met het centrum aan de noordzijde van de rivier. De Kop van Zuid was oorspronkelijk in gebruik als haventerrein. Met de verschuiving van de Rotterdamse haven naar het westen werd dit gebied eind jaren 80 herontwikkeld op basis van een plan van Riek Bakker en Teun Koolhaas. Een belangrijk onderdeel van dit plan was een nieuwe brug, Nieuwe Maasbrug, die de Kop van Zuid zou moeten ontsluiten vanaf het centrum. In de ontwerpen van Teun Koolhaas was er al sprake van een brug met één pyloon. De eerste ontwerpen voor de brug waren van de hand van Maarten Struis, architect van gemeentewerken, die vanaf 1987 ontwerpen voor de toekomstige brug ging maken. Het uiteindelijke ontwerp van Struis was een zogenaamde vierstokkenbrug die 325 miljoen gulden 147 miljoen euro zou moeten gaan kosten. In de loop van 1990 werd constructeur A. Krijgsman van ingenieursbureau ABT door de dienst Stadsontwikkeling gevraagd om het ontwerpproces te gaan begeleiden. Hij haalde er architecten Ben van Berkel, UN Studio, en Wim Quist bij, die ook ontwerpen gingen maken voor de brug. Vooral het Van Berkel ontwerp werd goed ontvangen door Stadsontwikkeling en wethouder Joop Lindhorst. De Van Berkelbrug zou duurder worden dan het ontwerp van Struis, 365 miljoen gulden, 165 miljoen euro. De brug had echter wel een opvallend ontwerp, een tuibrug met een enkele geknikte pyloon.
Hallo, bedankt voor het kijken naar deze productie van JN Productions. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. U kunt abonneren door op de logo in de rechter benedenhoek te klikken. Alvast van harte bedankt en tot ziens.